Oké, ik ga nu wat tips aan je geven die best wel makkelijk zijn, waarmee je heel snel het verschil kan maken en die eigenlijk heel weinig mensen doen. En die ik nou, ook niet altijd automatisch doe. Ik denk dat het ook niet echt Nederlands is om het te doen. Maar nou ja, waarmee je echt als je dit consequent doet en goed doet. Dan, nou ja, dan zal je merken dat het je heel veel gaat opleveren op alle fronten. Op vriendschappelijk gebied, maar ook in business. En nou ja, ook dat je makkelijker klanten gaat krijgen. En ook dat je makkelijker in contact komt met mensen die, nou ja, bijvoorbeeld die teacher voor je zijn. En voor wie, nou ja, van wie jij misschien ook iets kan leren. En nou, het zijn verschillende tips. En het heeft er alles mee te maken met de kracht van geven. En nou ja, dat hoor je waarschijnlijk wel vaak van ja, hoe meer je geeft, hoe meer er ook naar je toe komt. Maar mensen hebben natuurlijk ook heel snel van dat ze denken, ja, ik geef heel veel, maar ik krijg er eigenlijk ook nooit eigenlijk wat voor terug. Nu is het met geven heel belangrijk dat je ook echt onvoorwaardelijk kan geven. Dus ook helemaal niet dat je verwacht dat je er iets voor terugkrijgt. Dus echt in volle liefde dingen kunnen geven aan mensen. Nou, de kracht van nu is ook post. Want mensen die sturen veel mails, maar postbriefjes of cadeautjes via post bijna niet meer verstuurd. En hoe vaak? Hoe fijn is het als jij van iemand ook een kaartje krijgt? Gewoon een kaartje dat je aan iemand denkt. Of dat je iemand wil bedanken. Of dat je blij met iemand bent. En dat er misschien zelfs een klein cadeautje bij zo'n kaartje zit. En niet dat je dat dan vervolgens één keer doet en denkt, ja, nu heb ik het gedaan. Maar ja, ik heb er niks voor teruggekregen. Diegene heeft niet eens gereageerd, bijvoorbeeld. Maar stel dat je dat zelfs meerdere keren gaat doen. Een kaartje, dan een bloemetje, dan een briefje erbij. Handgeschreven brieven werken altijd echt super goed. Het voelt zo persoonlijk aan. En het wordt bijna nooit meer gedaan. Dus als jij dat dan wel doet, dan werkt dat heel goed. Dus ook met vriendschappen. En misschien met vriendschappen waarvan je denkt van goh, ik mis die mensen, maar ik heb ze al heel lang niet meer gezien of gesproken. En je vindt het lastig om contact met ze op te nemen. Ook dan kan je iemand gewoon heel mooi een handgeschreven brief sturen. Of een heel leuk kaartje. Of gewoon een cadeautje waarbij je iets aan iemand doet herinneren. Of mooie bloemen opsturen. Het zijn van die kleine gebaren waarmee je echt een enorm verschil kan maken. En helemaal als je dat ook doet van, oh, ik doe dat. Ik doe dat niet één keer, maar ik doe dat echt meerdere keren naar iemand. Iedere keer weer als je even aan diegene denkt, dat je dan dat opstuurt of iets doet. En hoe tof is dat als je dat gaat doen? En datzelfde geldt dat als jij bij iemand in de leerwereld of iemand die is heel bijzonder voor je, iemand in business, iemand waarvan jij heel veel wijze lessen leert. Dan krijg ik bijvoorbeeld best wel veel mailtjes van mensen die ik helemaal niet ken en die dan aan mij vragen van, goh Simone, wil je dit en dit en dit en dit voor me doen? Terwijl ik die persoon eigenlijk helemaal niet ken en ik daar wel heel veel tijd en energie in moet stoppen en mijn tijd en mijn energie ook best wel redelijk schaars is. Voor wie doe ik dat dan wel? Voor de mensen die ik lief heb. Voor de mensen die ook liefde aan mij hebben gegeven. Maar ook voor de mensen die ik gewoon natuurlijk puur en alles lief heb. Wanneer heb je nou mensen als persoon lief? Mensen heb je lief als je ze kent, als je ze beter kent, als je een connectie met ze voelt. Hetzelfde geldt natuurlijk ook met klanten krijgen. Waarom wil iemand ook klant bij je worden? Omdat hij je kent, omdat hij een connectie met je voelt. En die connectie, die voel je niet van de een op de andere dag. Klanten die bij mij bijvoorbeeld eerst de Blue Circle doen,
dan bijvoorbeeld Empel volgen en dan in mijn golden circle gaan, dat vind ik meteen ja, best wel bijzondere mensen. Want dan denk ik, wow, je hebt gewoon de mindset dat je dat doet en dat je die stappen zet en dat je die tijd en die ruimte in jezelf investeert, maar natuurlijk ook dat je zo graag van mij wilt leren. Dus dat vind ik al heel bijzonder. Als iemand dan mijn allerbeste klant, die iedere keer ook op komt dagen, die leert, die positief blijft denken en ook samen met je meespart. Dat zijn natuurlijk ook de mensen die, als zij dan aan mij vragen, Simone, zou jij een keer met mij een webinar willen doen? Of Simone, zou jij dit voor mijn boek willen doen? Dan zou ik daar natuurlijk al veel eerder ja tegen zeggen. Omdat die mensen ook hun tijd, hun energie aan mij geven. Ik weet zelf ook van heel veel mensen die vroegen aan mij van, Simone, hoe is het gelukt dat jij en Dolly Gabby naar Nederland hebben gehaald? En dat was omdat wij, 1, zijn we naar New York gegaan. Daar hebben we haar masterclass nummer 1 gevolgd. Vervolgens hebben we doorgeïnvesteerd en hebben we haar exclusieve masterclass level 2 hebben in geïnvesteerd. Vervolgens waren wij de enige in de groep die ook zeiden, Gabby, we willen investeren in business coaching van jou. Vervolgens zijn we meerdere keren naar Amerika geweest en iedere keer lieten we onszelf weer zien. En deelden we vervolgens ook nog vol enthousiasme de resultaten die we door de training van Gabby hadden gehaald. En daardoor vielen we op bij Gabby. En daardoor, toen zij een keertje naar Europa kwam en wij haar vervolgens een mailtje stuurden van, goh, zou je misschien ook naar Amsterdam willen komen, want we organiseren daar een event. Toen zei Gabby, ja. Als we dat meteen op level 1 hadden gestuurd, of bijvoorbeeld, we hadden helemaal geen training bij haar gestuurd, bij haar gevolgd. En we hadden gezegd, Gabby, kom je naar Amsterdam, want we zien dat je naar Europa komt. Dan had Gabby gezegd, nee, ik kom niet naar Amsterdam, ik ga alleen maar naar Londen. Want ze kent ons niet. Dus het is heel belangrijk dat als jij iets heel graag wilt, dat je ook tijd, aandacht, geld en energie in een relatie investeert. Omdat je dan heel snel opvalt, omdat ook heel weinig mensen dat doen. En dat start met geven. Dat start met je energie geven. Dat start met enthousiast zijn. Bijvoorbeeld, gisteren kreeg ik ook een voice-appje van Pien. En Pien die heeft mijn programma Empop gedaan. En Pien die stuurde me een appje. En dat doet ze wel vaker via Messenger. Heel enthousiast. Ja, Simone, ik heb je coachcall gevolgd. En je enthousiasmeerde me zo om webinars te gaan geven. En het is de allereerste keer dat ik ga doen. Maar nu heb ik gewoon al 3 webinars helemaal vol. En morgen is het eerste. En ik, Simone, dank je wel, want ik ben dit gaan doen. En ik weet dat heel veel klanten hele grote resultaten hebben gehaald door mijn training. Maar ik kan, denk ik, maar echt mensen die mij enthousiast benaderen, zelf benaderen en zeggen, Simone, door jou, ... dat doen helemaal niet heel veel mensen. En wel, als ik dan op events kom en dan komen mensen naar me toe en dan zeggen ze het. Maar eigenlijk zijn er heel weinig mensen die dat echt tegen me zeggen. En ik denk dat mensen dat niet doen omdat ze aan één kant dus aan één kant heb je de mensen die denken, ja, Simone zit er toch niet op te wachten en ik krijg er zoveel berichtjes en waarom zou ik dit doen? En waarom zou ik nou van me laten horen? En ik wil niet slijmerig overkomen. Weet je, dat is heel erg ook de Nederlandse mentaliteit. En aan de andere kant heb je ook mensen en nou ja, die denken, ja, ik heb er gewoon geld in geïnvesteerd. En het is toch logisch dat ik dan mijn resultaten haal. Dus waarom moet ik dan ook nog mijn enthousiasme met die trainer delen? Want het is gewoon logisch dat ik die resultaten haal. Ik weet wel dat doordat ik zelf altijd heel erg die enthousiaste en positieve energie heb, dat ik daardoor ook echt vriendschappen heb gecreëerd met mensen die ook, die eerst teachers voor me waren. Omdat ik ook echt, zeg maar, die positieve energie aan die mensen geef, waardoor ik ook
die positieve energie terugkrijg. En ook omdat er dus heel weinig gebeurt. En die positieve energie die kan je dus geven door cadeautjes te geven. Maar ook, wat Pien dus deed, een spontaan voice-appje aan iemand te sturen. En tegen degene te zeggen dat je zo blij met iemand bent. En dat kan je aan de ene kant dus doen naar je klanten of je potentiële relaties. Om zeg maar zo, het is zo belangrijk dat je een relatie met mensen opbouwt. Dat ze het gevoel hebben van, ik kan jou vertrouwen. Jij kan me echt verder helpen. Dus aan de ene kant doe je dat aan die kant. Dus je steekt echt tijd en energie in relatie krijgen met je klant. En eerst doe je dat heel erg één op één. En vervolgens kan je dat vanuit een community, een tribe, kan je dat verder opbouwen. En kan je dat schalen. Dus dan kan je dat vergroten. Dat je niet meer één op één alleen maar daarop bezig bent. Maar dat je daar juist schaalbaar in bezig bent en in acteert. En aan de andere kant doe je dat dus voor je potentiële klanten, je doet het bij je vrienden, je doet het bij relaties. Maar aan de andere kant geef je die positieve energie die ook aan je teachers. En investeer je ook tijd, geld, energie en moeite aan mensen die, weet je, die dat doen. Ik had bijvoorbeeld ook een keer gaf ik een webinar en toen had ik een grote kop van blond had ik vast tijdens het webinar. En toen kreeg ik een paar dagen later met de post, kreeg ik een post van iemand met twee blonde mokken. En toen zei ze van, ja, deze zie je altijd tijdens webinars drinken en hier heb je nog wat extra in reserve. En diegene die dat heeft gestuurd, die zal ik nooit meer vergeten. Want het was zo'n leuk cadeautje dat ze me stuurt. Vervolgens vroeg ze me later van, Simone, zou je voor mij een workshop willen geven aan mijn netwerk, mensen in mijn netwerk? Ja, tuurlijk wilde ik dat. Wilde ik daar geld voor? Nee, ik hoefde daar geen geld voor. Het was, zeg maar, soms zijn die kleine dingen voor mensen doen en mensen zien. En nee, dit was Ellen die dat deed, Ellen van Smart Girls. En Ellen deed dat en ik dacht van, ja, ze ziet me. En daar is Ellen van Smart Girls dus er sowieso heel goed in. Maar het zijn eigenlijk gewoon die kleine dingetjes. Mensen spontaan cadeautjes sturen, mensen zien. En dan aan één, en Ellen die werkt bijvoorbeeld ook met een Annemarie van Gaal samen. Dus ook een Annemarie van Gaal die ziet dat bij Ellen, omdat Ellen haar ziet. En het is zo belangrijk dat je mensen ziet. Want mensen willen heel graag gezien worden. Jij wil graag gezien worden en ik wil ook graag gezien worden. Je potentiële klant wil graag gezien worden. Je teacher wil graag gezien worden. Dat is iets wat in mensen eigen is. En hoe word je gezien? Je wordt gezien door positief te zijn. Met energie word je gezien. De positieve energie die je krijgt en die je geeft. En als je daar veel meer tijd en energie en moeite in stopt, gewoon er onvoorwaardelijk voor mensen zijn. En ook op een bepaalde manier onvoorwaardelijk eigenlijk je in iemand investeren en blij met iemand zijn, dan werkt dat heel goed. Bijvoorbeeld die 1-op-1 coaching met Gabby was niet per se ontzettend goed. En maar weet je, ik denk ook dat er dan mensen waren geweest die dan bijvoorbeeld tegen haar hadden gezegd van, ja, dan hebben we zoveel geld in je geïnvesteerd en bla bla bla. Weet je zo, maar Dolly en ik, we bleven enthousiast en we bleven positief, want we haalden er ook inzichten uit. Het heeft ons ook enorm verder gebracht. Ook al was het niet de allerbeste coaching die je maar kan verwachten, het heeft ons wat opgeleverd. Plus ook, het allerbelangrijkste wat het ons uiteindelijk heeft opgeleverd, is dat we een samenwerking hebben. Ieder jaar weer werken we samen met haar online programma. En dan kunnen we haar online programma ook aanbieden aan onze klanten. Dus het heeft ons een samenwerking opgeleverd voor long, long, long term. En dat is doordat we positief zijn gebleven en zijn geweest. En mag je dan nooit negatief zijn of nooit negatieve feedback geven? Of in ieder geval, weet je, ook hadden wij Gabby dat tegen Gabby kunnen zeggen? Ik denk dat je heel goed moet weten tegen wie je dat wel en niet kan zeggen. En wie en wel daar niet voor open staat. En ook wat het voor jou oplevert om dat te doen. Levert dan negatieve feedback, wat levert jou op? En wat levert het de ander op? En
Het levert heel vaak een ander niet per se wat op. Dus dat is ook wel echt goed om daarover na te denken. En ja, kijk, ik ben zelf daar eigenlijk nooit echt mee bezig of zo. Van ja, als ik denk dat bij iemand iets beter kan en ik wil daar feedback op geven, dan zal ik nooit zeggen wat die ander fout heeft gedaan. Dat zou ik nooit zeggen. Wat ik dan gewoon zou zeggen is van: oh, maar als je dit en dit en dit en dit, dit is echt jouw kracht. Als je dit ook doet, dan is het echt helemaal fantastisch. Maar niet dat ik ga zeggen, dit is wat je niet moet doen. Of, weet je, want dat is gewoon ook allemaal een oordeel. En dat is maar allemaal wat ik vind. En wat mijn ideeën zijn. En hoe dat gaat. En negatieve vibes. En negatieve energie over iets hebben. Of over iemand anders iets brengen. Zeg maar, het brengt helemaal niemand iets eigenlijk. En juist door positief in het leven te staan. En juist te kijken van inderdaad, waar liggen iemands talenten? Waar liggen iemands krachten? Hoe kan je iemand mooier maken? Hoe kan je iemand upliften? Hoe kan je iemand alleen maar beter maken? Dat maakt ervoor dat jij ook zelf een hele aantrekkelijke energie krijgt om mee samen te werken. Dus dat start eigenlijk met heel klein geven en cadeautjes geven, iemand zien, maar wel echt vanuit die goede energie, hè? En echt die hele goede energie en iemand te zien en daar het allerbeste in uithalen voor iemand anders. En ook dat je iemand anders het allerbeste gunt. En zelfs dat je diegene meer kan gunnen dan jezelf. Dus dat je, ook al voel je soms misschien een vorm van jaloezie, dat je niet toegeeft aan die vorm van jaloezie. Maar dat je juist altijd blij voor iemand bent. Altijd iemand iets gunt. Altijd iemand ziet. Altijd er voor iemand bent. En als je dat doet, dan zul je merken dat je het altijd terugkrijgt. Wat dan natuurlijk wel heel belangrijk is, is natuurlijk ook dat je weet van ja, maar weet je, wat zou ik dan terug willen krijgen? Of maar dan weet je wel, stel je voor, je hebt dan een vraag. En bijvoorbeeld Ellen, die belt je later op. Die geeft gewoon heel positief, geeft ze die mokken. Niet eens vanuit die visie van zij moet straks een workshop bij me geven, dus daarom ga ik dit doen. Maar ze weet wel van, denk ik, als ze dat doet, dat ze dan weet, oh ja, weet je, dat is gewoon heel leuk om te geven. En dat geeft haar zelf ook heel erg plezier. En dat dan vervolgens, dat ze dan later vraagt van, oh Simone, ik wil organiseren een workshop, zou je dat voor mij willen doen? Dan, nou ja, dat er dan die klik ook is. Maar dat is ook omdat ze positief is, omdat ze altijd enthousiast over me praat, omdat ze met me meedenkt, omdat als ik haar bel, ze er altijd is. En die mensen hebben we veel meer nodig. En het mooie is dat we allemaal zo iemand kunnen zijn. De persoon die altijd het beste in iemand ziet. De persoon die nooit iemand neerhaalt. Die persoon die nooit negatief over iemand praat. De persoon die nooit achter iemands rug omroddelt. De persoon die altijd het beste voor iemand wil. Dat zijn toch ook de personen die we heel graag om ons heen willen hebben. De personen die niet de ja maar zeggen, maar die de hell yes zeggen. Hell yes, ik doe dit. Hell yes, ik ga ervoor. Hell yes, ik zet nog een stapje extra en ik ga door. En hell shit, ik heb nu even, er is iets mislukt, maar hè, dat is super vervelend. Maar ik droog mijn tranen en ik ga weer door. Dat zijn ook de mensen die je upliften. De mensen die negatief zijn, de mensen die altijd denken dat iets beter kan, de mensen die ja, altijd overal een beetje kritisch en zwart naar kijken, dat zijn niet de fijne mensen. Daar wil je ook niet heel graag klant bij worden. Daar wil je ook niet heel graag van leren. Je wil heel graag leren met de mensen met een goede energie en de mensen die je zien en die er voor je zijn. Dus zorg ervoor dat je gezien wordt. En je wordt gezien door positief te zijn, door te geven aan beide kanten. En je teachers. En
aan je, ja, aan je klanten. En wil ook niet alles dan gratis en zo goedkoop mogelijk. Wil vanuit de energie van kwaliteit. Als je een cadeautje aan iemand geeft, geef iets moois cadeau. Als je beknibbel niet. Als je in iemand investeert, in een coach, ga altijd voor het vervolg. Ook al weet je niet precies nog hoe je terug gaat verdienen. Probeer altijd. Je kan alleen maar het beste worden door ook altijd het beste te kiezen. Het beste voor jezelf, het beste voor een ander, het beste in een relatie. En zo kan je groeien en doorgaan en doorontwikkelen. Dus nou ja, dat wilde ik heel graag aan je meegeven vandaag. Kijk er ook eens goed naar voor jezelf. Van nou ja, wat zou je meer kunnen geven? Waar zou je extra in kunnen investeren? Wat zou je extra kunnen laten zien? En nou ja, ik wil sowieso alle lieve mensen bedanken die me af en toe een berichtje sturen. En die aan me zeggen van ja, je hebt me verder geholpen. Ook al is het door middel van een simpel voice-appje of een berichtje te sturen. Kan ook trouwens, hè, via deze Anchor-app. Het is zo fijn om gewoon even wat van je te laten horen. En nee, ik kan niet altijd iedereen een berichtje sturen. Maar het is wel je heel erg te bewust van te zijn. Kijk, nu roep ik het op. Maar ook juist het op de onverwachte momenten te doen. En dan het niet te vergeten. En het dan te zien. Attent te zijn. Dat helpt aan alle kanten. In je hele leven. En alle richtingen dus op. Dus de richting van naar je klanten, naar je relaties, maar ook naar je teachers. Doe er wat mee.